Hey, en leuk dat je kijkt naar deze zoekende vlog. Vandaag niet echt vloggen, maar een beetje updates maken. In ieder geval, het is een kleine 3 weken geleden dat ik hier in Tokyo ben geweest. Op de Halloween Nights. Daar heb ik tevens de eerste keer Maison de la Magique gedaan. En 20 years of first. En ja. In ieder geval, ik heb u niet echt goed meegenomen door de eerste hal. Dus daar komen we zo meteen beelden van. Tevens net een Halloween editie gezien van Tozemorrel. Nou, Tozemorrel gaan griezelen. Was best wel leuk in elkaar gezet. Wel lachwekkend. Er komen zo meteen ook een paar beelden voorbij. En sowieso, in de vorige vlog heb ik het niet meegenomen, maar op bepaalde plekken. Ik heb het wel gehad toen we bij Cirque waren. Van dat ze speciale etens en dranken altijd hebben. Sowieso rond het Halloween seizoen. Ze hebben een bepaalde milkshake op Avalon, daar gaan we nu naartoe. En op een pumpkin farm, daar hebben ze een bepaalde broodje of een bepaalde frietsoort. Dat vond ik best wel apart. Dus daar gaan we ook even lekker van smullen. Maar zoals jullie weten heb ik mijn eerste mening uitgesproken over Maison de la Magique. Het is een leuk, mooi, gedecoreerd, gethematiseerd spookhuis. Alleen de skeers vallen vies tegen. Maar ja, dat was mijn allereerste mening. Vandaag gaan we voor de tweede keer doen. Kijken of dat ik nou ergens halfweg de groep loop. Of vooraan in de groep, zeg maar. Bij de eerste van Maison de la Magique, toen ik het ging doen, liep ik zeg maar achterin. En ik zag alle skeers aankomen. Dus eigenlijk meteen de skeer weg. En dan kunnen ze het niet meer op achterste mensen doen. Dus nu hoop ik dat ik halfwege of voor in de groep zit. En kijken of dat de skeers nou wel lukken. En we gaan ook nog naar Fear the Wood. En kijken of dat vergelijkbaar is net zoals vroeger wat er heb gezeten. Toen moest je zeg maar een touw vasthouden en je werd geblinddoekt door een skibril. En ik kreeg ook zeg maar van die DJ oorkappen op en dan hoorde je dan spannende muziek. En liedjes met een blaadje of een veertje of met de handen zeg maar schrikken. En dan moest je zeg maar aan de touw volgen. Maar zoals je ziet ben ik op Avalon. En we gaan dus nu richting de Flaming Feather, in ieder geval het restaurantje ernaast. Want daar hebben ze namelijk een hele speciale milkshake. En die gaan we uitproberen. Maar ik zou zeggen, geniet verder van deze update/vlog. En ik spreek jullie later wel weer.
luisteren geweest. Ja, altijd gewoon een leuke show. In ieder geval 2 jaar geleden ook een leuke show gehad. Maar die was toen in de eerste hal. We gaan nu richting de tweede hal. Maar dat heeft weer veel de hoes te maken. En waar stuur je dat? Hé, Ivy is aan jou aan het praten gelukkig. Stuurman keer het schip. Over zijn toverstaf en die magistrales. Maar in ieder geval, ja. We gaan dus naar Veer de Hoets toe. Ik ben benieuwd of dat net zoals pakken wij 2-3 jaar geleden hetzelfde was. Dat weet ik niet zeker. Maar ik heb wel vernomen dat het een heel goed spookhuis is. Dus ja, daar ben ik gewoon heel erg benieuwd naar de verhaallijnen. En wat zeg maar een beetje de bedoeling is. En naar de uitwerking. En of dat er veel te zien is van de scare actors, de scares, hoe ze zijn. Dus misschien is het zoals bij Marjon de la Magique, maar dat durf ik niet te zeggen. Die doen we straks even voor de tweede keer. Hopelijk dat hij nou veel beter is dan 2-3 weken geleden. Toen ik hem voor de eerste keer deed, want toen viel hij gewoon echt vies tegen. Het is een mooi spookhuis, Marjon de la Magique. Maar ja, de scares zijn gewoon niet goed. Hoi. In ieder geval, ik zie jullie zo meteen en dan krijgen jullie mijn review te horen over Veer de Hoets. En zo liepen we eigenlijk ook via dit pad richting Maximus Blitzbaan, zeg maar. Toen kwamen we hier ook via de zijkant van de baan. En daar staan er van die hele leuke bordjes in het thema. De thematisering, decoratie, echt hoog niveau. Op het laatst, ja, dan kwam je zeg maar de boswachter tegen, die was vermoord. Ja, daarvoor moest je door bossen heen. Of in ieder geval, het was eigenlijk niet de bedoeling dat je het bos in zou gaan, maar toch moest je hem gaan zoeken, zeg maar de boswachter. En je moest zeg maar dieper het bos in. Echt heel veel geluidseffecten. Moest een stukje op je knieën, was echt leuk. Sowieso de beginscare, ik had hem niet verwacht. En dat was zeg maar dat je daar aan de andere kant stond. Zo zeg maar voor een deurtje te wachten, terwijl je naar binnen mocht. En dan kwam ineens een scare echt op je af. Die zag je gewoon echt niet aankomen. Die was echt goed gedaan. Ik zei al tegen personeel van het Grimeurswerk is echt heel mooi afgeleverd. Kleding, echt heel mooi. Echt tot in die til zou ik zeggen. Het leek gewoon net alsof je echt door een bos heen liep. Ja, het was echt heel mooi gedaan. Persoonlijk vind ik dan deze, een Veer de Hoets, beter dan mijn zonde met magie. Maar ja, het zijn twee verschillende spookhuizen. Maar echt als ik zou moeten kiezen, zou ik voor Veer de Hoets gaan. Maar zonder de muziek niet. Maar zonder de muziek ga ik dat ook voor de tweede keer doen. Dus misschien dat hij nou beter gaat bevallen. Want ik liep toen ik hem voor de eerste keer deed, voor de eerste avond hier dit jaar, liep ik achteraan. Ofwel, je zag de scares gewoon van verre af al aankomen. Dus dat was wel jammer. Maar ja. Het viel me ook op dat ze meer op het midden deden pakken. En dat heb ik ook in de andere vlog gezegd. En ja, en voor of achter niet. Hier ging je echt gewoon met een heel klein groepje erin. We gingen met 3 mannen binnen. Ofwel, ja, dan kan je gewoon meteen het volledige groep pakken. En de skills gewoon heel goed uitvoeren. Dus ja,
als je echt van spookhuizen houdt, decoratie, thematisatie, geen muswerk en noem het maar op, vind je de Hoods is echt een aanrader. Dat vind ik echt persoonlijk. Dus hier ben ik gewoon echt trots en tevreden over. Ja, maar zonder de muziek het eerste weekend minder. Misschien dan wel beter. Maar Veerdewoed is echt een aanrader. Maar ja, ik ga nou naar het treintje toe. Misschien even eventjes iets eten. Voordat ik naar mijn muziek ga. Maar ja, dat spookhuis is gewoon heel mooi gethematiseerd, gedecoreerd. En dat houdt bij mij nu even heel snel op. Misschien zo meteen wel andere mening, maar dat zien we zo meteen wel. Nou in een treintje richting Maison de la Magie. Het geluid is al beter te horen. En nou zitten we ook van die gordijntjes. Die zat er 3 weken geleden niet. Dus ja, leuk dat ze toch wel vooruit gaan aan details. Nou gaan we echt eens naar een moederstal. Ik ben benieuwd waar ik de hond in zal zitten. Halfwege voor achteren, ik ben echt heel benieuwd. Maar als ik naar achteren zit, dat ze nou eens een keertje echt verspreid doen, scare. Dus front, middle en back. Oké, dat is net zoals toen. Oh, je bent schattig. Niet op de paaltje. Dit is dan ook een stukje sneller. De muziek is nou wel leuk. Maar wat me ook is opgevallen is dat hoe dichter bij het beentje komt, hoe enger dat wordt. Nou, gaan we dus echt het terrein af. En zo meteen komen we al bij Price. En toen gaan we daar waar niet zo boos zijn. Huis van mij. En gaan we daar waar niet zo boos zijn. Maar is één ding wat ik me echt kan ergeren. Dat is namelijk in de afgelopen paar weken heb ik van vlogs van andere YouTubers gezien. Hier uit Nederland. En er zijn gewoon een paar mensen die gewoon echt in het spookhuis hebben gefilmd. Terwijl duidelijk ze aangeven dat het niet mag. Echt. Ik denk van wat wil je ermee gaan bereiken? Je verpest het echt alleen puur voor jezelf en voor andere medekijkers. En voor mensen die er nog naartoe moeten. Voor die mensen moet je het verpesten. En dat vind ik gewoon zonde. En dat is al een tijdje. Grijpen aan duister van magie uit een andere dimensie. Om zo terug te keren met een nieuwe spectaculaire illusie. Het gebeurt vandaag. Er gaat iets fout op de zender. Dan beste luisteraars, gaan we luisteren naar een prachtig muziekstuk van Glenn Miller. Oh nee, het lijkt naar muziek. En zo doet het dus nou in hier. Dus dat ze het grasveld is ook gewoon in gebruik hebben. Het is best gefaan, dat is wel zo. Het is geen muziek. We gaan nou weer de weg op, dus we zijn nu echt op het terrein op. Een stukje verder, die kant erop. Achter de daar is al een boerderij. En dat is het spookhuis. Ik ben even benieuwd, zal het nu nou beter zijn dan voorheen? Ik ben echt heel benieuwd. Nou, Maar ik ben wel blij dat nou de radio wel
op, Peter. Dat is gewoon een treintje die toen de tijd was. Toen het vroeger was, dat is nou alleen. Het is wel fijn dat het nou beter verstaanbaar is. Ja, die ik heb dit als weer speakers. Ze hebben gehoord. Ja, het verschilt niet met speakers. Maar we worden gewoon de speakers. Gaan we het zelf te renten? Ja, dat idee. Tot zometeen. Was leuk om jullie gekend te hebben. Misschien ben ik zometeen dood. Dan stopt de vlog vanaf hier. Anders gaat het zometeen gewoon weer lekker verder door. Ja, dames en heren, in ieder geval, ik heb het dus overleefd, maar zonder mij ziek, maar ik blijf wel nog steeds bij mijn mening. Het is een mooi gedecoreerd, gethematiseerd spookhuis. Dat sowieso, wel het mooiste van ze allemaal. Oké, het zijn wel verschillende thema's, dus je kan het niet met elkaar vergelijken, maar als ik echt een spookhuis zou moeten gaan uitzoeken welke dat mijn favoriete is, dan denk ik dat het toch wel Fear the Woods zal worden. Want ja, daar zijn gewoon scares heel goed uitgevoerd. De scare actors zijn heel mooi aangekleed, heel mooi gesminkt. Daar echt mijn complimenten voor de mensen die hier de scare actors doen opmaken. Echt waar mijn complimenten. Want het ziet er gewoon echt heel goed griezelig uit. Echt leuk. Ja, daarna nog even lekker de Phoenix in het donker gedaan. Hebben jullie kunnen zien. En ja, ik sta nu uit op een middenpunt waar straks een meet and greet kan doen. In ieder geval ben ik niet bij. In ieder geval, ja, we zijn nu rond 9 uur. Ik ga nu lekker naar huis toe. Omdat helaas verzorgingen zijn rond Eindhoven of werkzaamheden rond Eindhoven. Dus ja, dan kan ik niet net zo laat hier blijven. Net zoals een paar weken geleden. Nou, welkom toen met het vuurwerkshow. Dat was echt heel leuk en mooi. En ja, volgend weekend is dan het laatste weekend van Halloween Night hier vanaf Toverland. En ja, ik denk dat ik gewoon lekker ga uitrusten. Maar in ieder geval binnenkort komen er sowieso leuke vlogs aan hier vanaf Toverland rond het kerstseizoen. Vanaf de Efteling rond het kerstseizoen. Tevens ook Plopsaland, de pannen rond het kerstseizoen. Kijken wat hun allemaal aan kerstdecoraties en dergelijke hebben. En dan gaan we ook nog, ik weet niet of dat eind dit jaar of begin volgend jaar is. Maar we gaan ook naar Plopsa station Antwerpen.
En kijken wat ze daarvan hebben gemaakt. Maar als je het nog niet gedaan, vergeet natuurlijk niet even dat blauwe duimpje omhoog te doen. Natuurlijk even abonneren op dit YouTube kanaal Discourse Community. Voor meer leuke reviews, vlogs, allrides en offrides vanaf camps en pretparken. En ik zou zeggen, tot de volgende video. Is niet van love. Toverland, dat is waarschijnlijk vanaf de Efteling of Plopsaland Pannen. We'll be right back.